Leuk dat je mijn rondwerkauditie voor Human & Horse Academy bekijkt. Dit is Heinus. Heinus is in augustus 2017 bij mij gekomen. We waren net een beetje aan elkaar gewend, totdat ze in oktober 2017 coliek kreeg en daaraan geopereerd is. Dit heeft natuurlijk wel zijn weerslag gegeven op haar lichamelijke conditie. Gelukkig is het wel echt een heel sterk paard en is ze weer volledig hersteld. In februari 2018 konden we de training weer rustig gaan oppakken. Ze heeft natuurlijk nog niet al haar kracht en balans terug, maar we zijn al een heel eind op weg. Graag neem ik jullie mee in de oefeningen voor de grondwerkauditie. Ze vindt het erg moeilijk om de balans te houden en de verbinding te houden in haar lichaam. En over de bovenlijn, dat zie je ook weer terug in de stretch en de hold. Ze vindt het moeilijk om haar hals zelf op te tillen. En zeker in het begin met deze oefening vond ze het heel moeilijk om ook weer benen te laten staan. Ze was wel snel geneigd om achterwaarts te gaan. Dan hebben we voorwaarts neerwaarts op de volte, de linker volte. Lengtebuiging, achterbenen die goed onderstappen. Het is wel belangrijk om dit mooi vloeiend te doen. En daarin moet je dus zelf ook echt vloeiend doorstappen om het paard niet te beperken in zijn beweging. En ook soepel van hand veranderen. Een mooi stukje op de rechterhand. En hier zie je dat ze al steeds meer de verbinding kan houden in de bovenlijn. En toch gewoon met haar achterbenen mooi door kan stappen. Zelf haar hals draagt. Laten we ook een stukje middenstap zien, de linkerhand. Dus vloeiend doorstappen, ruime passen, mooi deinende hals. Dus echt beweging door het hele lichaam. En uiteraard ook een stukje middenstap op de rechterhand. Neem ik jullie ook mee in de oefening achterwaarts. In het stukje slow motion zie je heel goed dat als ze haar rug vasthoudt, dat ze in telgang achterwaarts gaat. Dus dit is wel de uitdaging die we hebben in het correct achterwaarts gaan. Daarom loop ik echt in mijn training maar kleine stukjes achterwaarts om die correcte diagonale beenzetting te houden. Wel de verbinding een beetje te vragen over de rug. Het bekken kantelt mooi. Ze mag alleen haar achterbenen nog iets meer optillen. Ze sleept ze een klein beetje achterwaarts. Maar ja, je kan ze niet altijd, niet alles tegelijk oplossen. En natuurlijk belonen als ze het goed doet, dat is heel belangrijk. Hier gaan we naar de schouder binnenwaarts. Linkerhand. Dat is voor Heinus een hele moeilijke oefening, eigenlijk voor heel veel paarden. Echt mooi op het binnenachterbeen blijven zonder balans te verliezen en naar binnen te vallen of juist recht te maken langs de hoefslag. Af en toe zie je ook dat ze, ja, hier zie je dat ze een beetje sporen verliest. Schouder binnenwaarts is een oefening op 3 sporen. Hier zie je dat ze hem weer vindt. Dat ze ook weer de balans vindt. Mooi. En op de rechterhand. Dus hier heeft ze hem inderdaad op 3 sporen. Hier is een klein beetje binnen achter mij of binnen eronder. Dan gaat weer een paar passen goed. Smokkelt ze een beetje door zichzelf naar binnen te gooien. Dus dat is de kunst, om gewoon constant die balans te hervinden. Om echt dat binnenachterbeen eronder te houden en onder de massa te houden. Een stuk travers op de linkerhand. Achterhand komt in, dit is een oefening op 4 sporen. Dus hier zie je inderdaad 4 achterbenen naast elkaar. Enkele keer raakt ze een beetje dat binnenachterbeen kwijt, die stap. Dus dan valt ze eigenlijk een beetje, gooit ze haar heupen te veel naar binnen.
dat is dus ook net als in de schouderwinnaarts de oefening waarin je dus echt de balans moet hervinden in de oefening. Hier zie je weer travers op de rechterhand. Zo ook weer achterhand naar binnen. Mooie vier sporen. Hier net iets te veel naar binnen die achterhand. Dus daar mag ze meer met haar binnenachterbeen ook richting het zwaartepunt blijven stappen. Dan gaan we verder met renvers op de linkerhand. Dus ook een oefening op vier sporen. Waarbij de voorbenen van de hoefslag zijn. Maar wel stelling in de richting waar ze naartoe loopt. En hier zie je dat ze op de rechterhand dat ze iets stabieler is in de balans. Net iets meer minder heen en weer gooit met haar zwaartepunt. Beginnen we hier met een appuyement ingezet vanuit de hoek. Een klein stukje schouder voor om goed binnenachterbeen eronder te hebben. En vervolgens meenemen we van de hoefslag af. Een mooi voorhand voor. Vloeiend doorstappen. Iets verzamelen ter voorbereiding op de werkpirouette die eraan komt. Waarbij het ook de uitdaging is om mooi in viertakt door te stappen. Ze heeft ook snel de neiging om hier zo in telgang doorheen te gaan. Nu loopt ze weer vloeiend het appuyement in. Zo van de achterkant kan je ook goed zien dat die voorhand voor blijft. Maar dat wel er buiten achterbeen onder de massa stapt. En uiteraard ook weer belonen natuurlijk. Ze doet hartstikke goed haar best. Dan gaan we verder met het appuyement op de rechterhand. Het is weer ingezet vanuit de hoek. Schouder voor om de voorhand leidend te houden. En hier werken we met het linker achterbeen onder de massa. En dat vindt ze vrij lastig om die er goed bij te houden. Dus dan maak ik de werkpirouette eigenlijk net iets groter dan dat die zou moeten. Puur ook om er wat achterbeen erbij te houden. Maar ook om de takt te behouden die je in de stap moet hebben. Anders wordt het op deze hand zeker heel snel een pirouette en tel gaan. Dat is niet de bedoeling. Heinis die gaat met sprongen vooruit. Dus we werken hard aan de oefeningen die we voor de volgende audities moeten doen. En we kijken ernaar uit om die aan jullie te laten zien. Dankjewel voor het kijken.